deuren zijn dicht. Kaarsjes aan. Thuisklofjes aan. En de stream is op de achtergrond. Ja, want het is kerst. Maar ik heb vandaag de hele dag gewerkt. Dat betekent dat ik totaal geen tijd heb gehad om te vloggen. Ik was om 6 uur thuis. Nee, 5:30. Ben vervolgens meteen aan het avondeten gegaan. Want ze had het avondeten al opgediend. Dus ben meteen aangeschoven. Heb mee avond gegeten. En nu is het bijna 8:30. Want om 8:30 begint de streamers. Maar het is nu bijna 8:30. Ik ga lekker mijn pyjama aandoen in plaats van mijn thuiskloffie. En ik ga nog heel even de streamers kijken. Ik weet niet of ik alles ga zien. Ik mag er namelijk morgen weer vroeg uit. Ja. Maar dat zullen we allemaal zien. Hoe dat gaat verlopen. En hoe en wat. Ik ga nu alleen wel gewoon lekker klaar zitten. Ik ga wat drinken erbij pakken. En we gaan even gewoon chillen. Want het is een drukke dag geweest. Het is een lange dag geweest. En heel even chill. Dus vandaar. Maar ik hoop dat jij hebt genoten tot nu toe van dit shot. Komt er eventueel nog een ander shot? Nobody knows. Ik weet het ook niet op dit moment. Misschien in de toekomst. Maar ik wil jou in ieder geval alvast een hele fijne en leuke dag wensen. Ik kreeg hier zo'n spijt van morgen. Het is momenteel 9:50. Ik heb in mijn wekker even gekeken. Ik heb nog 5 uur slaap als ik nu meteen zou slapen. Maar ik wil gewoon doorkijken. Ik heb het moment dat je denkt, ah shit. Ja, dit is zo'n moment. Ik had dit gewoon niet moeten doen. Maar ik geniet hier oprecht gewoon van. Dus struggles. Struggles zijn real.